Stel, ik ja. heb nu 1 miljoen. Ja. Wat, wat, wat gaan we doen? Ja. Nou, ik, ik weet bijvoorbeeld al met 1 miljoen, daar kan ik dus 4 miljoen van maken. Want ik ga dus nog eens 3 miljoen bij de bank lenen, bijvoorbeeld. En waarom? Omdat dat uh, noem je uh, op het Engels leverage. Dus ja. je leverage je 1 miljoen. En uh, waarom kan je 3 miljoen bij de bank lenen? Nou, omdat jouw 1 miljoen moet je eigenlijk zien als ongeveer tussen de 20 en 30 procent. Uh, 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 inleg voor een investeringspand. Ja. Dus als jij zelf 30 tot 20 procent hebt, dan kan je de rest lenen bij de bank. Zo, kijk, zo moet je het een beetje invullen. Dus uh, whatever het bedrag is, of wat je hebt, dat moet je dan uitgaan van: oké, okay, dat is dan, laat zeggen, uh, safe gezegd 30 procent. Ja, ik ga dan 70 procent bij de bank lenen. Oké, okay. ja. En, 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 en soms zeggen mensen: Ja, ik wil niet lenen. Is, het, is lenen goed? Lenen om te investeren in de juiste vastgoed is uh, zeker een zekere aanraad.